En dan mag ik jullie woord geven aan Paul van Denen. Ja. Goedenavond allemaal. Zoals bekend, 10 jaar geleden zijn we begonnen met de verkiezing van het raadslid van het jaar. Eigenlijk, beter gezegd, ik geloof dat Jeffrey net zei, wie is de D66er van het jaar? En de D66ers mochten niet meedoen. Nou, dat scheelde niet zo heel veel, want er waren er maar 2 op dat moment. Aad en ik. En dat werd toen inderdaad Paul Downey. Maar gelukkig hebben we daar... Ja, Paul Downey. Was toen, ik kan er je nu niet meer alles bij voorstellen, maar was toen de D66er van het jaar. Ik zie je boven staan, het was hierboven inderdaad op zolder. Hij was nog heel jong. Paul, ben je nog? Hoe jong was je toen? Jong. Jong, hè? 30. Echt jong. 23. 23? Ja. Ik zie hem nog staan in een t-shirtje. Eigenlijk ben ik een D66er. Hij stond er toch. Ja. Het was een mooi gezicht. De foto's zijn nog her en der op Sleutelstad en de Leidse Klimmer site te zien, volgens mij. Maar het was mooi voor D66 destijds. We zaten zwaar in de problemen. Maar ik denk dat we in de afgelopen jaren daar iets van hebben kunnen maken van deze verkiezing. Wat ook verbindend heeft gewerkt in de stad. En ik vind het mooi, ik ben nu alweer een tijdje andere dingen aan het doen in Den Haag natuurlijk. Maar ik ben nog steeds op en top Leidenaar. En ik vind het elke dag heerlijk om te zien hoe er in Leiden politiek bedreven wordt. En tot wat voor resultaten dat leidt. Niet altijd word ik er heel erg blij van als er weer een straat opgebroken is. En weer een aantal van die mannetjes in gele pakjes mij tegenstaan te houden. Waar je vroeger gewoon door kon rijden. Er gebeurt ontzettend veel in de stad. En dat is mooi om te zien. En dat is toch ook het resultaat, Jeffrey zei het ook al, van samenwerking. En dat hebben we denk ik in Leiden ontdekt. En ik denk dat daar op veel plekken een voorbeeld aan genomen zou kunnen worden. Enfin, ik ben ingehuurd om de toespraken te houden en de uitslag bekend te maken van de verkiezing van raadslid van het jaar. Ik ben het zelf op geen stukken na ooit geweest, ik ben zelfs niet genomineerd, maar ik vind het heel fijn dat ik nu eindelijk eens een keer iets... Ja, ik zeg het maar even tegen de jury. Wie weet, kom ik na 15 maart weer terug. Je weet het maar nooit hoe die uitslagen gaan. Nee, dat is wel cool. Ik vind het heel eervol en mooi om hier te staan. En we hebben een hele verstandige jury. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar het bestaat uit een aantal... we hebben alleen maar gerenommeerde journalisten. En laat ik op deze plek ook nog eens even een lans breken voor lokale en regionale journalistiek. Want dat is allemaal geen vanzelf... Ja. Ik ben er niet altijd in de jaren dat ik in de raad gezeten blij mee geweest. Maar het is wel heel belangrijk dat het er is. En het staat onder druk. Ik denk met name aan de situatie bij het Leidse Dagblad nu. Maak ik me echt grote zorgen om. En ik zou zeggen, laten we in ieder geval vanuit Leiden, vanuit de Leidse regio laten horen. En dat gebeurt volgens mij ook overigens. Dat we daar ons tegen verzetten en dat we het er niet mee eens zijn. Want politiek kan niet zonder journalistiek. En we zien het nu op allerlei plekken in de wereld ook gebeuren. Waar toch echt actief geprobeerd wordt om de controle op de macht, zeg ik dan maar even, aan banden gelegd wordt. En dat moeten we gewoon niet hebben. Zelfs niet in Leiden, waar eigenlijk nooit iets negatiefs te schrijven is. Dat gezegd hebben, dat was dus in het kader van dat er een aantal gerenommeerde journalisten in dat forum zitten. En ook enkele zeer gewaardeerde oud-collega's uit de raad. Gerard van Hees, wie kent hem niet, van GroenLinks, mijn oud-collega-fractievoorzitter in andere jaren, andere tijden, mooie tijden ook overigens, van GroenLinks. En Greetje van Ruting, ze is er helaas vanavond niet, ook een zeer gewaardeerd raadslid voor de VVD. Die hebben mee bepaald wie hier genomineerd zijn en ook wie er gewonnen heeft. Maar, ik ga natuurlijk niet meteen bekendmaken wie er gewonnen heeft, we beginnen eerst even met het kort doornemen van de genomineerden.
En dan begin ik bij Helma Baard. En Helma, het is mij ook wel eens overkomen wat jou is overkomen. En dat was eigenlijk na het zingen van het bekende Rijn Gouwerlijn lied in de kou, dat ik mijn stem kwijt was daarna. Overigens waren de Leidenaren op dat moment hun stem allemaal kwijt en geraakt. Maar goed, dat terzijde. Helma, waar ben je? Ben je er nog? Ja, nou dat is ze niet, dat lag je. Oh, daar. Ja, ik kan je heel slecht zien. Oké, Helma is er. Nou, wat heeft Helma gedaan? Om dat even te benoemen. De jury heeft ervoor gekozen om dit jaar extra in de aandacht te zetten raadsleden die ook echt iets voor elkaar krijgen. Ja, dat is best belangrijk in de politiek. Je kan natuurlijk allemaal wel leuke verhalen houden daar in die raadzaal, maar er moet ook echt wat gebeuren. Nou, Helma heeft dat gedaan en ik noem twee dingen, want we gaan het niet al te lang maken. En die ene, en ik moet zeggen dat spreekt mij in toenemende mate aan, dat is dat zij er met succes voor gepleit heeft dat er een seniorenmakelaar komt. Ja, mensen, ik hoor u aanstaande zondag 61. En ik moet zeggen, ik verlang steeds meer naar een seniorenmakelaar. Dus ik ben daar blij mee. En het is een heel concreet resultaat. Helpt senioren bij het vinden van passende woonruimte. Enfin, dat is één. Maar een veel grotere prestatie van Helma is wel het behoud van de centrale blokken in de kooi. He, daar heeft zij zich enorm hard voor gemaakt. Ze is er zelfs in geslaagd. En iedereen die iets met politiek te maken heeft, die begrijpt hoe bijzonder dat is. Dat een hele serie oud-wethouders van zeer divers pluimage getekend heeft voor een ingezonden brief om te pleiten bij de raad voor het behoud van die centrale blokken. Ik moest overigens even tussen haakjes wel een beetje lachen toen ik vorige week het Leids Dagblad las en las dat onze BEP, het medium, die ook in de kooi woont, zoals wij allemaal weten, inmiddels ergens op een vlekje in de kooi woont. Want haar was voorgespiegeld. Hè. Zij woonde blijkbaar in huizen die, nou ja, gesloopt werden, ik weet eigenlijk niet precies. Maar in ieder geval, ze woonde eerst gewoon in een huisje en nu woont ze in de flat. En dat vond ze heel erg, want nu had ze het gevoel dat ze er niet meer bij hoorde. En toch dacht ik, dat is echt merkwaardig, BEP. Waarom had je dat dan niet zelf kunnen voorzien? Ja. Daar kan Helma verder ook niks aan doen. Helma heeft het niet gelegen. Want zij heeft de centrale blokken in de kooi, in de oude kooi behouden. En die hebben gewoon een monumentale status en voor heel veel mensen in Leiden een grote waarde. Dus ik zou zeggen, een groot applaus voor Helma Baard. Zij is natuurlijk van de Partij van de Arbeid. Gaan we nu al doen maar uitdelen? Nou ja, wat jij wil. Ja, ik wil ondertussen verder. En dan kom ik bij iemand die ik zelf nog ken uit mijn periode in de raad. Mart Keuming van de ChristenUnie. Hij heeft tot op heden mij nog nooit bij mijn voornaam durven noemen. Ik hoop dat dat vanavond wel zo is. Mart, ik heb je gezien, je bent er. Je mag na vanavond weer Paul tegen me zeggen, maar ja, durft het nooit, maar het maakt niet uit. Kijk, en ik moet zeggen, ik herken in de beschrijving van de jury heel erg hoe ik Mart ook heb leren kennen. Ik heb wel eens gedacht, ChristenUnie, pardon, ik zeg het verkeerd, CU, dat staat voor Control Unit. Een soort financiële waakhond die heel goed in de gaten houdt wat dat college allemaal uitgesproken is. Dat is natuurlijk niet zo, want CDU staat voor de ChristenUnie, maar zowel Mart als zijn voorganger Guido Terpstra hechten er grote waarde aan, en terecht zeg ik erbij, dat er in Leiden niet alleen goed met de centjes wordt omgegaan, maar ook transparant. En daar ontbreekt het nogal eens een keertje aan. Het is misschien niet allemaal bewust, hè, maar we hebben in de afgelopen jaren talloze rapporten gezien, dingen, overschrijdingen, noem het allemaal maar op. Dat gaat tot op de dag van vandaag door. En keer op keer heeft Mart daar zeer terecht de vinger op gelegd. Dat heb je gewoon nodig inderdaad. Financiën is helemaal geen sexy onderwerp. We hebben het liever over uitgeven. Ik zeg in de Kamer zeg ik ook altijd, jongens, financiën. Ik ben alleen maar van de uitgavenkant. Ik probeer mij maar in de gaten te houden. Ik doe het in onderwijs, dus er kan niet genoeg geld naartoe gaan. Maar het is toch wel goed dat er een paar mensen zijn die dat goed in de gaten houden. Dus dat is een grote waarde. Die mag nooit verloren gaan in de raad. En dat heeft Mart gedaan. Hij heeft ook nog andere dingen gedaan. In het verleden legde hij een zwarte lijst aan. Dat is een beetje sombertjes. Maar goed, hij legde een zwarte lijst aan van mensen die niet goed
en helder spraken. Maar dat heeft hij inmiddels sinds een paar jaar veranderd in het uitreiken, toekennen van een bokaal voor degene die de meest heldere taal spreekt in de raad of in het college. In de afgelopen jaren is die bokaal gegaan naar Marleen Dame en Julian van der Kraats. Nou, met name van de laatste, die ken ik goed. Lijkt me dat een zeer terechte waardering, kan ik ook goed herkennen. Dat zal dus ongetwijfeld voor Marleen ook het geval zijn. Kijk, dat zijn leuke dingen. Een bokaal uitreiken aan je collega's. Zo ben ik ook ooit begonnen met het raadslid van het jaar. Dat schept een band. Dus een goede bijdrage aan de... En bovendien is Mart ook al een aantal keer genomineerd voor raadslid van het jaar. Zeg er ook nog maar even bij. Dus die man die heeft iets. Dan ga ik naar de... Ja, overigens een applaus uiteraard voor Mart. Je mag maar je lijn zetten. Ja. Dan komen we bij de volgende kandidaat en dat is Lodi van Brussel, D66. Lodi heeft een paar hele mooie dingen gedaan in mijn ogen. Namelijk zich zorgen gemaakt om mensen met wie het helemaal niet zo goed gaat in deze stad. Het granietenbestand, u kent het misschien wel, mensen met een hele grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daar heeft hij zich ontzettend voor ingespannen. Hij heeft van alles georganiseerd om te zorgen dat die mensen weer in beeld kwamen. Hij heeft de pilot participatiemedewerkers van de grond gekregen die ervoor zorgen dat deze mensen in beeld komen en dat ze bijgestaan worden. En bovendien heeft hij ook er nog voor gezorgd dat armoede, ook in Leiden is armoede, laten we dat vooral niet vergeten, dat dat op de kaart staat, dat de raad dat goed in beeld heeft. Lodi, dat heb je geweldig goed gedaan. Ik weet niet waar je bent. Je bent er, ik heb je gezien. Kom even naar voren, dan krijg jij nu al een mooie postbloemen. Dank je wel. En de laatste kandidaat, en niet de minste, is natuurlijk Joost Blei van het CDA. Ik ben tegenwoordig overigens vanuit de Kamer CDA-watcher. Dus ik kom op congres, ik heb Joost daar nog nooit gezien, maar misschien is hij er wel. Maar ik heb altijd al het gevoel gehad dat er een kleine discrepantie tussen de landelijke en de lokale CDA-fractie was. Maar goed, dat moet je wel later maar eens uitleggen, Joost. Maar je hebt ook genoeg andere dingen aan je hoofd. En een van die dingen is dat je je voluit in het raadswerk stort. Dat heb je in het verleden gedaan. Wij zijn ooit collega's in de raad gedaan. Daarna ben je tijd andere dingen voor de stad gaan doen. Centrummanager geweest. En nu ben je gelukkig, zeg ik, weer terug in de raad. En dat doe je heel goed. En je bent toch weer met jezelf, met je eigen oude passie bezig. En dat is ondernemen. Je hebt een groot hart voor de ondernemers in de stad. Dat zullen anderen ook hebben. Maar Joost laat dat meer dan anderen nog zien. Je hebt ervoor gezorgd. En dit, nou, dan moet ik echt even spieken in het juryrapport. Want zo goed zit ik er niet meer in. Dat de retailvisie van de Leidse regio en de kaderstellende notitie winkelvoorzieningen binnenstad Leiden, dat die gezamenlijk behandeld worden. Nou, ik weet vanuit mijn werk in de raad dat het geen sinecure is om dat soort dingen bij elkaar te brengen. Maar het is wel zeer belangrijk, want het heeft natuurlijk een grote samenhang met elkaar, zeker in het licht, zeg ik maar, van de toenemende samenwerking in de Leidse regio, die ik overigens met groot plezier zie en ik hoop dat dat de volgende jaren ook verder zich zal evolueren. Waar ik altijd wel meer moeite mee heb, is dat ik Joost elke week in dat Leidse Nieuwsblad zie staan. Dat is dezelfde ergernis die velen moeten hebben als Aad van der Leid weer in een ander krantje zien staan. Het is toch gewoon een raadslid van een bevriende partij die daar een podium heeft. Maar ik moet zeggen, ik lees dat dan ook altijd. En dat is daar spreekt voluit hart voor de ondernemers. En de ondernemersgeest, het versterken daarvan van de gemeente Leiden uit. En ja, iedereen die van Leiden houdt, die heeft ook mijn hart. Dus dat heb jij ook, Joost. En ik feliciteer je van harte met de nominatie. Ja, en dan is het natuurlijk zo,
er kan er maar één winnen. En dat mag ik dan ook bekendmaken. Nou, ik weet niet hoe we dat gaan doen, maar je kan tromgeroffel en weet ik wat allemaal doen. Ja, laten we dat even. Ik heb geen envelop, want ik heb het uit mijn hoofd geleerd. Dus ik kan zeggen, het raadslid van het jaar 2016 is geworden Mart Keuning. Dankjewel meneer Van Meenen voor het uitreiken van deze geweldige prijs. Dank ook voor de bijbehorende prijs. Ik begrijp dat die bestaat uit steun van de D66-fractie voor een motie van amendement naar keuze. Ik ben erg bedankt voor deze prijs. Ik vind het ook mooi dat de jury opgevallen is dat de ChristenUnie zich al jaren hard maakt voor financiële degelijkheid. Maar ook dat de ChristenUnie de nodige dingen heeft gedaan. Ik heb dat maar eens op een rij gezet. En voor onszelf voor het jaarverslag dat wij jaarlijks uitbrengen. En de ChristenUnie heeft bijvoorbeeld dit jaar net zoveel voorstellen aangenomen gekregen in de gemeenteraad als bijvoorbeeld D66. Er is één partij in de Leidse gemeenteraad die meer gedaan heeft gekregen en dat is GroenLinks. En ik zeg dat niet om mijzelf te feliciteren of om de ChristenUnie te feliciteren, maar ik zeg dat eigenlijk om allemaal daarmee te feliciteren, want dat zegt iets over de sfeer. Dat zegt iets over hoe we met elkaar omgaan en dat is ongelooflijk veel waard. Paul zei daar al iets over. We werken goed samen. En daar wordt de stad alleen maar beter van. Dus ik zeg dat om u te feliciteren, maar ik zeg het ook om te feliciteren de mensen met wie ik mag werken in de ChristenUnie-fractie. Zonder hen zou ik nul voorstellen aangenomen hebben gekregen en zou ik mijn werk niet kunnen doen. We hebben drie geweldige duo-raadsleden die ongelooflijk hard werken en ik zou hier dan ook mijn lans willen breken. Niet alleen voor die drie, maar voor alle duo-raadsleden die in Leiden zich belangeloos moeten zetten. Dat gezegd hebbende, ik ben blij dat ik hem bij mijn derde nominatie gevonden. Dat scheelt mij ook weer een hoop zenuwen de volgende keer. Ik dank jullie alle hartelijk. Fijne avond nog. Bommels. Ja, dat is hier Mark. En de mooie woorden hebben gesproken. Een soort drie-corner spelletje, zullen we maar zeggen. Ik heb natuurlijk verzuimd om nog een prijs uit te reiken. Want een goede traditie is ook dat er een Effie wordt uitgereikt. Die heb ik dan zelf ook nog eens alles gewonnen als veelbelovend of weet ik wat er eigenlijk voor. Zo, dat kan ik wel wat horen. Zoiets voor. Ja, ik weet misschien dat iemand van de jury bij even helpen, want deze was een oeuvre. Kan het oeuvre over mij. Ja, en deze keer is het voor? Is een aanmoediging. Een aanmoedigingsprijs. Oké. De Leidse Effie. Toch ook een mooie traditie, die gaan we ook nog even uitreiken. En die is ten deel gevallen aan Lodi van Brussel. Ja, wil je nog iets zeggen? Je mag niet zo'n lange toespraak houden als de winnaar. Maar kijk, dat is een mooi duimpje. Kijk. Even gaan kijken. Ja. Leuk hoor. Het is een aanmoedigingsprijs. Ga je door? Ik ga door naar dankjewel. Oké, succes. Mensen, veel plezier. Fijne dingen en tot een volgende keer in de Zoonstad. Oh ja, dan nog één ding zeggen. Ja, dat was in ieder geval. Ja, dat was nog. Ik ga helemaal niks zeggen over 15 maart. Dat is flauw, ik sta op de lijst, weet ik allemaal, maakt niet uit. Eigenlijk wou ik één wens uitspreken voor 15 maart. Eén wens. Want ik ga hier gek. Wie is dat? Ja, zeg, VVD, is dat zeker? Ja, zeker. Welkom, VVD. Leuk dat je er bent. Het mooie van deze avond is dat dit overstijgt politiek. Dus ik zeg er maar één zin over 15 maart.
En dat is wat ik hoop dat Nederland een beetje meer op Leiden gaat lijken. Dankjewel.